Nou, dan kan ik niet eens meer horen. Ja, wel, nou, ik wou nou echt waar, ik wou nou helemaal uitgemaakt. Rustig. Maar ik ben nou niet eens horen. Je had het zelf moeten houden. Meneer Veenendaal, even naar mij langs. Er is bonje in Bitchem. Er is ruzie over de erfgrens. En de buurvrouw vindt dat de buurman gluurt. Dan zit hij op zijn knieën. En dan gaat hij kijken wat hier gebeurt. Ja. Het escaleert zo erg dat ze het beide niet meer zien zitten. Als het niet goed komt en ze laten niet met mij met rust, dan gebeuren andere dingen. Welkom bij de Rijdende Rechter. Nou, zo is het hier eigenlijk begonnen. Stonden hier de coniferen. De buren wouden het anders. Toen hebben ze dus die schutting hier geplaatst. Maar dus niet op erfgrens. En wij willen eigenlijk zonder gehoor en ellende willen wij gewoon maar één ding. En dat is gewoon dat de schutting gewoon op erfgrens komt. En dat het weer een beetje lijkt. Nou, wij vinden dit zo goed. Het staat voor ons goed. Nou, wij staan hier 20 centimeter zeg maar, op hun grond nog. En hun staan ook een stukje op mijn grond. Dus in feite, verhoudingsgewijs, zou dat hetzelfde zijn. In het groene gebouw er zit een raam en dat is van de buurman. En als de schutting verplaatst wordt, komt de schutting in het midden van het raam. Dus willen wij dat het raam verplaatst wordt naar de linkerkant of de helft van het raam afgeblendeerd met een plaat. Nou ja, goed, als het zo kan blijven staan, hoeft dat raam ook niet verplaatst worden. Dus ik heb volgens de ladder staan zo. Ja, en dat is eigenlijk... Dat scheelt ieder. Misschien beide zijden een boel, weet ik. We wonen hier nu 26 jaar. En sinds wij hier komen wonen, werd er dus ook over de coniferen gepraat. En waarom ze eigenlijk coniferen ook wel verwijderd hebben. De buurvrouw die kwam naar me toe en toen zei ze met wil, we hebben een stuk grond, een lijntje pik gedaan, toen zei ze het ook. En ik had zoiets met, ja prima. Hè? En toen ging ze door, ze zegt, ja ik moet je toch vertellen, zei ze. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, hier heb een hek gestaan. Ik zeg, oh. Ze zegt, en toen hebben we die coniferen geplaatst. En ze zegt, ze hebben een grote partytent. Ze zegt, als jij dat stuk terug wil, ze zegt, kan een partytent niet staan. Nou, dat was zeker een meter. 1,20 meter, 1,30 meter. Ik zei, weet je wat we doen? Ik ga het kadas erbij halen. Wij vonden eigenlijk onzin. Toen hebben de buren toch kadas erin geschakeld. En die zei van, zoals het hier op papier staat, zo klopt het. Dus er hoeft niks veranderd te worden. Coniferen stonden precies hier. Is niet te erg dat die stammen daar staan. Maar hij kwam ook 60 centimeter naar binnen. Ja, dat werd te veel. En toen ging ze moeilijk doen. En toen zei zij tegen mij met, als je ruzie wil, kan je het krijgen. En toen zijn we er dus mee naar de buurtpolitie gegaan. En die zei van, dan moeten we dus maar een gesprek hebben. En toen hebben ze dus gezegd van, nou ja, die coniferen staan op hun erfgrens. En die heeft gezegd van, nou, zolang dat die op jullie erfgrens staan, mogen jullie de weg halen. De tranen stonden gewoon in mijn ogen, want ja... Je hebt wat lekker groen. Je zit, nou kom je straks weer in een bak zitten. Ik vind het heel schandalig. Ik heb er geen woorden voor. De camera die hangt er al sinds eigenlijk dit al bezig is. En ja, je kan alles verwachten. Dus zolang als de schutting er nog niet staat, volledig, laat ik mijn camera ook hangen. Elke beweging die wij in de tuin maken, wordt door hun bekeken. Het is benauwdend. Het is voor mij echt benauwdend. Dit is geen vrij leven meer. Hij gluurt. Dat raam daar, daar zit hij op zijn knieën. En dan gaat hij kijken wat hier gebeurt. Ja. Nou, dat is helemaal niet waar. Waarom zullen wij kijken? Wij hebben daar niks te zoeken. Ja, ook een eis van ons is dat we de kadaster kosten. Omdat de buurvrouw begonnen is met wij hebben land. En daarvoor wil ik ook een gedeelte. En nu blijkt het allemaal niet waar te zijn. Dus ik heb zoiets met, je weet hoe ik financieel zit. Ik heb een rotjaar achter de rug. Dus ik wil graag die 275 euro voor jullie terug. Wij hebben haar zoveel geholpen. Hij krijgt gewoon een stank van dank. En dat doet me heel erg pijn. Ik ben er helemaal klaar mee.
Als het niet goed komt en ze laten niet met mij met rust, dan gebeuren andere dingen. Als zij het niet bij als je begonnen. Als ze de mond dicht houden, had er geen haalwagen gekraaid. Rijdende rechter, ik heb maar één eis. Dat de schutting weer wat bij erfgrens komt en het raam wordt verschoven en ons verder dan met rust te laten. Rijdend rechter, ik eis dat de schutting zo blijft staan. Ook eisen wij dat de helft van de kadasterkosten vergoed wordt door de familiebruiling. En graag dat de camera weggehaald wordt van de plaats. En tevens dat de buurman ophoudt met gluren uit de slaapkamer naar beneden. In onze tuin. Het is echt moeilijk voor te stellen, maar jullie hebben ooit wel eens goed contact gehad, toch? Ja, nou dat klopt. Dus u als heeft wel klaargestaan voor. Ja, als er wat was en ze kwam bij ons en daar stonden we ook voor haar klaar. Het contact was volgens u ook best oké? Okay? Ja, het was goed. Ja? Was goed, we hielpen elkaar, ik heb haar geholpen. Nou, toen begon ze over, dat hoor je helemaal niet van hun kant natuurlijk, dat ze naar me toe kwam met Wil, het zit me niet lekker, ik wil je iets vertellen. Toen zei ze met, ik heb een heel stuk grond. Zo, oké. In de tuin geweest voor een gesprek. Maar ik hoor mevrouw hier de hele tijd in mijn rechteroor zeggen, dat heb ik niet gezegd, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ja, maar dat is dus het probleem. Dat is waarom het probleem niet. Anders had dit toch nooit gebeurd? Ja. Het had gewoon nooit gebeurd. Want u zegt dus, ik heb het niet gezegd. Nee, ja, dus dat is altijd moeilijk, hè? Maar in ieder geval, er is iets gezegd waardoor u getriggerd werd en dacht van, ik wil het op laten meten. Door het kadaster. Ja. Wat kwam er uit de meting van het kadaster? Dat die coniferen goed stonden? Of ja, de stammen goed. Nee. De stammen stonden op de helft van hem kant en op mijn kant. Maar u heeft wel toestemming gegeven van, haal die coniferen maar weg. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er nou om. De coniferen die zijn weggehaald en die schutting is niet op het kadasterlijn neergezet. Maar eigenlijk vanaf mevrouw, mag ik even zeggen, meneer Bruining heeft als eerste weer een nieuwe schutting geplaatst op het, voorbij het kadastermeting op onze grond weer. Nee. Zo is het. Maar goed, vanaf het moment dat u de coniferen heeft weggehaald, toen is het eigenlijk helemaal misgegaan. Wat is er allemaal gebeurd? Best wel vervelende dingen allemaal. Ja. Nou, zijn ook vervelende dingen. Dat er een deur is ingeschopt. Ja. Dat er zelfs geduwd werd. Nou, niet de deur ingeschopt. Maar in ieder geval, hij kwam me aanzetten. Toen op een gegeven moment dat hij bij de deur stond. En dan heb ik dus gezegd van, dat ik verder zou geen gesprek met hem bouw. We hebben niet gezegd, je gooide ze de deur gewoon uit. Dan heb ik mijn mond ophouden. Dat zijn mijn zaken. Mm. Ik ben een persoonlijk mens en dan hoort ik ben van 68. Ik ben 69 jaar en lekker gesprek lagen met de buurman. En dan hoort de deur van mijn neus dicht, word ik woedend. Ja. Zo ben ik niet opgevoed. Het is duidelijk dat u waarschijnlijk ook niet echt meer heel goed rustig met elkaar kunt praten. Nee. Volgens mij is dat stadium een beetje er is te veel gebeurd. Dit is niet het eerste. Nee. In het verleden is er ook zat gebeurd. Ja. En wat het ergste is, wat het ergste is, dat is niet waar. Wel. Wat nog erger is, als ik in de tuin zit, we waren stenen weg aan het halen en dat vind ik helemaal erg en dat doet mevrouw Bruining wel. Hij zegt tegen me, Wil, heb jij die stenen weggehaald? Ik zeg, ja, maar die stenen zeg weg. Zit mevrouw Bruining in de tuin? En dan zit mevrouw Bruining met, heb je de stenen weggehaald? Ja, Wil. Waarom? Waarom is dat nodig? Laat ons met rust. We laten haar ook met rust. Je haakt klaar. Stenen. Mevrouw. Je haakt de stenen. Je haakt je bij ons. Nou, het lijkt me ook heel vermoeiend. Het lijkt me heel vervelend. Het kost toch heel veel energie? Ja, dat vindt u niet. Toch? Nee, ik doe het niet, maar ik ben bijna weglopen, hoor. U wil nu bijna weglopen? Ja. Dat is wat jou. De comedie van je. Ja. Ja. Maar u wil weglopen? Je moet dus heel praten. Mevrouw Bruining had gewoon de mond dicht moeten houden. Had er helemaal niets aan de hand. Ach, ga weg, man. Ja? Ga weg, man, ja. Ik wil gewoon maar één ding. En dat we gewoon de schutting op zijn eigen plek neerzetten. En verder zijn geen traumaland meer. U wil gewoon het helemaal helder hebben. Helder. Maar u zegt van ja, wat een toestand als we dit allemaal doen. Terwijl we hebben allebei een stukje grond. Ja. Laten we dat gewoon zo houden. Ja, laten we het zo houden. Klaar. Ja. Goed. We gaan naar het locatiebezoek. En meester Reed schakelt de hulp in van het kadaster en een cameradeskundige. Goedemiddag.
John Reed. Klaas. Reed. Kees van Gelder, Kadaster. Kadaster. Hoi, Lotte. John Reed. Goeiedag, Max van Meijer. Lieve nou, John Reed. Wil bent hier. John Reed. Goed, en dan wilde ik eerst bij u in de tuin gaan kijken. Goed, kijk, nou zie ik het echt. Laten we één ding vaststellen, die schuttingen staan niet op één lijn. Dat klopt. Er zit een knik in. En u wilt niet één doorlopende schutting, meneer Veenendaal? Want dat zijn, er loopt weinig door op dit moment. Als wij samen onderweg hadden gepleegd, hadden we het samen kunnen bekostigen, hadden we helemaal totaal niks aan de hand gehad. Mijn broer had overleg met jullie gehad. Want als Klaas even moet luisteren. Je schreeuwt alleen maar. Je moet alleen maar luisteren. Even luisteren. Klaas, wat hebben wij van overleven rustig? Want Klaas, mijn broer heeft met jullie erover gehad. Wie? Mijn broer. Ik heb niet met je broer een probleem, ik heb met jou. Ja, oké. Ik ben geen kleine jongen, je moet zelf houden. Oh ja? Weet dan wat jij doet? Nee. Jij gaat hier voor de ramen staan, of hoer ons haar uitmaken. Ja. Jij gaat mijn deur kapot maken, dan zit je tegen aan te rammen. Jongen, jij hebt je bier op. Omdat je bier op hebt. Daar wordt nogal... Er wordt nogal wat gezegd. Ja. Meneer Veenendaal. Meneer Veenendaal. Jij wil graag dat wij die kast... Nu gaat iedereen door elkaar schelden, zeg. Dan kan ik niet eens meer horen. Ik word nou helemaal uitgemaakt. Ik kon het niet eens horen. Je had het zelf moeten houden. Meneer Veenendaal, even naar mij luisteren. Ja. Ik vroeg u, waarom staat het niet op één lijn? En toen zei ik had er heel graag uitgekomen. Ja. Toen leek het even heel normaal. En toen ging het helemaal mis op een gegeven moment. Ik zeg alleen... En nu mag ik misschien iets zeggen? Als iedereen anders niks zegt... Mevrouw Bruining is in mei 2018 naar mij toegekomen en die zei, Wil, ze had het al een paar keer aangegeven, Wil, we hebben een stuk grond voor jou. Dit is niet waar! Ik heb het op... Dat moet niet liggen! Jij zit zo godverdomme te liggen! Dat heb je zelf bedacht. Daar wordt hij heel boos van. Dat zei je Zullen we dit moment even, terugpakken? Ja, dit is er is hier duidelijk een weg. Nee, niet achter mijn rug om gaan schelden met partijen. Ik ga naar binnen. Doei. Ik wil dat niet meer. Ik vind het ook. Waarom sta je daar trouwens? Ik praat tegen die meneer. Ik wil even kijken hoe het met mevrouw gaat. Even wachten. Ik kom zo binnen. Heeft u nog een slokje? Meneer Van der Velde. Ja. Had ik het goed? Klopt. Oké. Okay. Laat me even zien, want het is, ik kan uit deze schutting in ieder geval niet veel wijs. Hier staat al de buis van mijn collega van vorig jaar en die klopt op een centimeter. Dus dat is de hoek van het kadastrale perceel? Ja. Oké. Okay. Volgende meetpunt. Daar moet ik even omlopen. Is er hier? Ik hoop dat je dit kunt zien. Ja, ik kan het zien. Ik kan het zien. Deze staat weer op de juiste paal die ook gecontroleerd is. Ja, klopt. Dus laten we constateren... dat de perceelsgrens heel anders loopt dan de schuttingen staan. Ja, klopt. Zijn we het daarover eens? Ja. Mm-hmm. Mooi, dan zijn we het daarover eens. Nou, en aan de camera? Ja, dit ziet er best doeltreffend uit. Ja. Ik heb dus ook... Komt u even kijken? Ja. Dit is niet live, dit. Is dit een filmpje? Is dit een... Dit is een filmpje, maar ik zal nog een keer proberen. Want ik zit met de wifi. Ja, nee, maar ik ben normaal nooit op camera. Nee, ja. Zie, daar is hij. Dus hebben we hem? Ja, dit is wat we nu kunnen zien. Ja. Ja. Ja, dus ja. En ik, dit mag ik wel ik zeggen. Ik meneer de rechter. Want het is op mijn eigen erfgrens. En zien we meneer? Nee, we kunnen meneer niet zien. Tot waar zit de grens van de camera? Tot bij jou ongeveer de hier. De helft. Kom, we gaan naar het raam kijken. Ja. Dit is uw terrein? Dit is mijn terrein allemaal. Dat ook? Ja. Griekenland? Griekenland, heerlijk. We hadden kennis aan de overkant. Ja. En we wouden een schuurtje. Eigenlijk was de bedoeling dat hij hier zou komen. Oh, een stuk maar, klein. Ja. Nee, hetzelfde raampje, maar oh, iets verder. Oh, ja. Toen zijn we aan het zagen gegaan. En toen zei... Gerrit zei met... Oh, joeps, we zijn verkeerd gegaan. We hebben verkeerd gezaagd. Ik zei, nou, als we dit... Kijk, hij had dat hek neergezet, dus ik had zoiets... Nou, dan zetten wij dat zo neer. Dan is er niks meer aan de hand, want hij had als eerste dat hek neergeplaatst. Dus ik denk, dan kan dat zo blijven staan. Wat maakt het mij uit om die 20 centimeter? Ja, mag ik het zo samenvatten dat u zegt?
Als zij een beetje op, als zij een beetje op ons staan, ja, wij een beetje op hun, ja, dan kunnen strepen we dat tegen, ja, elkaar weg. Strepen, ja, strepen we tegen elkaar weg. Dat is de, en u zegt, dat, ik wil het op één lijn hebben, ook voor de toekomst. En dan krijgt opeens buren die letterlijk bij u op het terrein komen. Dan is er een mogelijkheid om die ene helft af te blenderen, ja, of te verplaatsen. Of te verplaatsen. Ik ga het niet blenderen. Ik zeg dat als het zover komt, dan verplaats ik het gewoon. Ja, of verplaatsen. Klaar. Ja. Er is nog één thema wat ik wil bespreken, dat is het gluren. Als er een geluid was, als mijn schoondochter, want die heb hier ook een tijdje in gezeten, in bikini zat, kwam ze naar binnen en dan zei ze, hij staat te gluren. Maar ik zie hem niet helemaal, ik zie hem steeds met zijn hoofd en dan wegtrekken. Welk raam? Naar die twee ramen daar. Ja, Klaas? Waarom wil je ruzie krijgen? Dat heb je eigen vrouw gezegd. Ja, het is waar. Ja, dat zie ik ook zeggen. Het is waar. Ja, ja. Ja, dat zie ik ook zeggen. De hele telefoon met daar erbij bestaan. Nou, schei uit. Het is zo. Over. Verzin nog maar meer verhaaltjes, jong. Ja, wat hier? Ja. Ja. Over nu, genoeg. Ja, precies. Wijze woorden. Oké. Want ik heb hier genoeg gezien. Ja. En dan zie ik u hopelijk allemaal graag terug op de hoorzitting. Oké. Mevrouw Den Tieter, klopt het dat het vooral misgaat tussen uw man en de buurvrouw? Ja, nu wel. Dat is echt vuurwerk, voorheen hè? Niet. Nee. Voorheen niet. Nee. Werden grapjes gemaakt. En ze hebben op krukken gelopen, deed ze de krukken tussen zijn benen. Ze trok ze broek naar beneden. Dat was allemaal hartstikke leuk. Oké. Okay. Dat kon allemaal. Maar vanaf die periode is het gewoon mis. Ik wil nog één punt, dat is ook een gevoelig punt, maar ik wil het toch behandelen, dat, over dat gluren. Dat idee heeft u echt dat dat... Nee, dat is bewezen. Bewezen? Ja, ik heb twee kleindochters, ja. Die kwam steeds naar binnen, Klaas zat te gluren. Als ze bij mij visite is, ik had voor een paar weken terug iemand in mijn tuin. En dat klonk bekend voor Klaas. Mm-hmm. En als het nou een man is, dan kom je zo naar de schutting en je kijkt. Nee, Klaas, je komt zo naar de schutting. Huh? Ja, ga weg, jij. Ja, Het is wel een behoorlijke beschuldiging. Nou, als het niet waar is, waarom zou ik het zeggen? Waarom zou ik dat doen? Ik wil dit niet meer. We stoppen er even mee. Stoppen. We gaan vragen naar familie en vrienden wat zij van deze zaak vinden. Klaas en Sjoukje, dat zijn mensen die, waar je eigenlijk helemaal niet een conflict mee hoeft te krijgen. Ze zijn heel sociaal, willen heel graag mensen helpen als mensen daarom vragen. Nou, Klaas is echt een dorpsman die dus graag met de buren in contact wil blijven. En dan komt er iemand bij, die heeft een ander karakter, want ik begrijp dat hij niet van een dorp komt. Dus, nou ja, en dat hij dus met handen en voeten daar op het erf dingen doet, nou, dat is niet prettig. Nou, het zijn gewoon doortastende mensen. Ze zijn altijd bezig, altijd druk in het huis en eromheen. Nou, ik vind Marcel een klootzak, want die doet het met mijn zusje. Maar voor de rest is het gewoon, nou, gewoon normaal stel. Dat is misschien niet helemaal leuk om te zeggen, maar deze buren horen niet thuis op een dorp. Dit zijn stadsmensen. En stadsmensen is een ander slag. Op een dorp wonen gewoon hele normale gewone mensen die alles regelen onder het genot van een piltje en een berenburgje of zo. Mensen die dus eigenlijk niet van het dorp afkomen, dus niet die rust ambitiëren, die willen actie. En daar zijn we niet zo erg, daar zijn we niet zo gek van. Mijn zus kwam hier in het begin wonen. Nou, mijn zus heeft geblondeerd haar, dat moet iedereen ervoor zeggen, weet het niet. Ja toch? Nou, ze hadden nog geen woord gewisseld en toch speelde mijn zus de doeën. Ja, zei ik maar uit Utrecht, ze had blond haar, dus dat is hoe. Wij komen uit Utrecht. Als je in Utrecht bent en dan zeg je tegen de mensen wat er scheelt. En dan zoek je een oplossing. En dat doen ze hier niet. Hier zitten ze elkaar dwars. Ja, u mag erop reageren. Er wordt gezegd van ja, u hoort hier niet in Bitchem. Nee, maar ja, dat is al vaker tegen me gezegd. Ik zit er al 31 jaar in Friesland. Ja. Dus het zal wel meevallen. Ja. En meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen.
Nee, maar uw moeder zegt wel van, nou, het is wel ook een ander soort benadering. In Utrecht zijn we meer recht voor z'n raap. Ja, klopt. En misschien in Bidgem wordt het toch anders opgelost. En snapt u dat dat misschien een reden kan zijn waardoor het misschien botst? Wel, ik weet het niet. Nee. Ik weet het echt niet. Maar u zegt ook van, ja, na 31 jaar ben ik misschien ook al wel een beetje van de Bidgem. Ja. Zo, u zucht even diep. Ja. Is het mooi geweest zo? Nou, voor ons wel. Ja, hè? Ja, we wel naar Friesland. Kost veel energie, hè, denk ik. Ja. Goed, tijdens de hoorzitting lopen de gemoederen weer heel hoog op. Welkom in de molen in Vrouwenparochie. En ik kom zojuist uit tuinen in Bidgem, zeg ik. Denk ik. In Bidgem, ja. Bidgem gewoon. Ik heb daar een aantal schuttingen gezien die de erven van deze buren scheiden. Maar die lijken niet op elkaar, die schuttingen. En ze staan ook niet op één lijn. Ze staan nogal, lijkt het, willekeurig geplaatst. U wilt één schutting, in ieder geval één lijn op het kadaster. En u zegt, nou, jullie staan een beetje op onze grond. Wij staan een beetje op jullie grond. Zullen we het niet zo laten? Ja. En u wilt de helft van de kadasterkosten nog hebben, hè? Waarom? Nou, het gesprek is voorgekomen van Wilmer en mevrouw Bruining. Dat wij kosten maken. Maar nou blijkt het allemaal niet waar te zijn. Nou blijkt het niet waar te zijn. Dus ik heb zoiets, ja, moet je luisteren. Jij zegt iets. Jij zegt dat je partytent niet meer kan neerzetten. Dan wil ik ook die €275 terug. Klaar, ieder de helft. Jij bent met dat verhaal gekomen. Ja. Sorry, dan wil ik het terug. Nou, eigenlijk, meneer de rechter, eigenlijk zijn wij door een gesprekje onderling in de tuin en een uitspraakje. Zijn wij op kosten gejaagd? Doordat zij heeft gezegd, wij hebben een schutting op jullie grond. Ja. Of een stuk van jullie grond. Laat u het kadaster eigenlijk voor niks komen. En dan moet ik dan nog die €275 gaan betalen. Ik heb mijn deur. Mijn deur is ook ingetrapt. Nou, moet je goed horen. Ja, u. Als ik fatsoenlijk bij iemand aan de deur kom. Ik heb gevraagd, Klaas, kan ik even een beetje praten? Hij gooide zo de deur om mijn neus dicht. Dat is wel waar. Ik zei tegen jou. Jullie liggen op het gedrukte. Ja, jij ligt, ja. Jullie zijn gewoon in staat om iemand helemaal uit zijn naad, helemaal uit te lokken. Ja, niet waar, joh. Ja, waar. Jij helemaal. Als wij jullie maar uit de strand willen helpen, dan zijn we klaar. Wij moeten altijd maar van jullie even naar Emmen moeten vliegen. Als jij dat. Als jij met je poot omhoog ziet, dat je hele keuken staat te soppen. Helemaal niet. Ik ga het afkappen. Rustig, mevrouw Bruining. Jij moet alles. Ik ga er nou uit, hoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Niet te zelf over. Even zitten. Mevrouw gaat even afkoelen. Het ging niet, hè, meneer Bruining? U zei nog rustig nou, maar ja, maar ja, goed. Het is heel gauw. Snel. Maar ja, goed. We zijn allemaal. Iedereen is anders. Ze mag wel weglopen, maar ik ga wel verder. Want u vordert namelijk allebei hetzelfde: met rust gelaten worden. Ja. Wat betekent dat voor u, met rust gelaten worden? Wie moet er wat doen, precies? Of juist niet doen? Waarmee doen? Bedoel met rust gelaten worden. Dat staat tuurlijk, in een. Tuurlijk. Nee, maar. Wat? Wat? Het is toch heel simpel? Kijk, als een buurman u zegt, jullie lopen me uit te lokken, want jullie zeggen goedemorgen. Ja. Dan zeggen zij, wat is er zo erg aan goedemorgen zeggen tegen een buurman? Ja. Nou, moet je luisteren. Ze lopen eerst met een boog helemaal om mijn huis heen. Dat is gewoon waar. Als ik naar buiten kom, wordt mevrouw Bruining helemaal hysterisch. Ik heb er nog nooit met de vinger aangeraakt. Nog nooit. Ze lopen in de tuin de peren te vegen. En dan wordt er gezegd, weer vegen. Ik zeg, ja, Sjouk, en wat dan? Dus voor u betekent het concreet die opmerkingen van de andere kant van de schutting? Geeft zij antwoord overal op. En dat is gewoon waar. Ik zit dat niet uit mijn duim te zeggen. Waarom moet ik dat doen? Ik Duidelijk. Heb geen zin in ellende. Ik heb ellende zat in mijn leven. Ja, ik hoef helemaal dit er niet bij te hebben. Ik ook. U zegt, ik wil niet dat commentaar van de andere kant hebben op ons leven. Nee. Nu de familie Bruining. Wat betekent het voor u met rust gelaten worden? Gewoon wat ik ook zeg, van alles op zijn plek. En wij willen gewoon geen contact meer met de buren hebben. Nee. En geen gouden hoer. Dus, verder dan... Gouden hoer vind ik ook heel vaag. Gewoon,
mijn eigen vind ik heel vaag. Wat betekent dat, geen geouwe hoer? Ik wil gewoon mijn eigen gang kunnen gaan. Wat ik de familie Bruining hoor zeggen, ik zal het even samenvatten, is voor ons is met rust laten worden dat het wordt opgelost. En dat we dan vervolgens niks met elkaar te maken hebben. Maar ik zeg nooit dat mensen niets met elkaar te maken mogen hebben, of mogen hebben, want jullie zijn buren. En daar ontkom je echt niet aan. Dat is al lastig genoeg. Ja, tuurlijk. Dat is als je goed met elkaar bent, bij wijze van spreken. Want dan hoor je ook van alles. We willen gewoon rust. Klaar. Hun ding, ons ding. En meer willen we niet. Eigenlijk toch hetzelfde, hè? Ja, wij is hetzelfde. Dat de schudding op zijn plek komt en dat er verder aan geen trammelamp meer is. En u zegt, ik gluur echt niet. Nee, ik gluur echt niet. Waarom zou ik gluren? Want ik ga die ramen wel blanderen. Blinderen, weet ik veel. Ja, wat, daarboven? Hou op. Ja, boven, ja. Ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. Gezeten en is dat een oplossing? Als u zegt, ik doe het zo, hè? U zegt, ik wil het best blinderen. Dan zijn zij heel blij. Als het voor u geen probleem is, dan doen we het toch? Of niet? Ik wil gewoon met alles, met rust, laten blijven. Wij willen meer. En meer niet. Nee. En dat is wat ik wil. Geen gezin meer. Met alle feiten die u hebt gehoord. En dat is wat ik wil. Willen wij rust hebben. Klaar. En ik word gewoon in mijn tuin kunnen zitten. En als ik zit te praten, dat ik niet nagepraat word. En dat ik niet nagepraat word. En dat er ook geen buurman met zijn kop over de schutting komt. Ik wil rust. Ja. Klaar. Ik ga ook niet bij hem zitten gluren. Dat doe ik niet. Klaar. Nee, er moet niet gegluurd worden. Er moet niet gegluurd worden. Over. Mevrouw Houwing, u heeft een camera gezien. En u heeft de beelden gezien die de camera filmt. Kunt u mij vertellen wat er wel en niet mag? Ja, het is IJzers toegestaan om een camera op te hangen die hun tuin beschermt. Het is wel belangrijk om rekening te houden met het recht op privacy van de buren. Maar zoals de camera nu hangt, is echt alleen de tuin van de IJzers in beeld. En ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is om een camera te zien. Maar daar, dat mag. Oké, helder. Dan dank ik u hartelijk voor de informatie. Ik ga erover nadenken. Ik ga een uitspraak schrijven. En ik zie u graag terug bij de uitspraak. Heeft u nou ook een conflict met de buren en komt u er samen niet meer uit? Bel of mail ons, dan lossen wij het juridisch voor u helemaal op. Ja, en moeten beide schuttingen verplaatst worden of niet? Er is er maar één die dat weet en dat is meester Reed. Uitspraak in de zaak van Bruining tegen Veenendaal en Den Tieter. U wilt de scheve damwand laten staan, maar u wilt een eigen erfafscheiding netjes langs de erfgrens. Uit de meting van het kadaster blijkt inderdaad dat u beiden een schutting op elkaars grond heeft staan. Ik oordeel dat u beiden uw damwand, dan wel schutting, van elkaars grond moet verwijderen. En u mag natuurlijk daarna een mooie schutting op eigen grond plaatsen. Als de damwand verplaatst wordt, krijgt het raam van uw schuur ineens uitzicht op uw tuin. Op grond van artikel 50 van boek 5 van het burgerlijk wetboek is een raam dat binnen 2 meter van de erfgrens rechtstreeks uitzicht geeft op het erf van buren onrechtmatig. En ik wijs daarom uw vordering om het raam te blinderen toe. U mag het raam natuurlijk ook verplaatsen. U heeft op locatie beloofd dat u uw raam boven zal blinderen en daar hou ik u aan. En dan de camera. U mag een camera plaatsen om uw erf en woning te beschermen, tenzij u hiermee inbreuk maakt op de privacy van Veenendaal en Den Tieter. De camera is zo gericht dat hij op geen enkele wijze zicht geeft op verweerders tuin. En de camera mag dus blijven. U heeft de erfgrens al eens eerder door het kadaster laten opmeten en wil dat Bruining daarvan €275 mee betaalt. U bent opdrachtgever van het kadaster. En u moet de factuur dus betalen. U heeft niet kunnen bewijzen dat u onderling afspraken heeft gemaakt op grond waarvan u de helft zou moeten betalen. En ik wijs uw vordering dus af. U eist beiden dat u met rust gelaten wordt. U bent buren en een contactverbod is praktisch niet haalbaar. En dat ga ik ook niet opleggen. Ik hoop ontzettend dat met het plaatsen van erfafscheidingen op eigen grond de meeste kou al uit de lucht zal zijn. Dit is mijn uitspraak en daarmee is de zaak gesloten. U geeft uw vrouw een knipoog. Ik hoor u zeggen bravo. Betekent dat u beide tevreden bent met de uitspraak? Ja hoor. Ja. Oké, heel goed. Dit is de duidelijkheid die u wilde. Dus het zit erop, dit was het. Dat is ik.
bedankt. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag.